Meneer Bond, u heeft net de camping naast het Regatta Center in Medemblik geopend. Waar is die camping voor bedoeld? Nou ja, dat zie je ook, om te zorgen dat er plek is voor campers. En je ziet dat trouwens ook groeit. Hè? Dat is ook een heel snel groeiende tak van toerisme en van recreatie met name. En dan moet je zorgen dat je dat kunt faciliteren. En dat is hier gebeurd. Want mensen willen steeds meer een soort van combinatie hebben qua recreëren? Ja, dat klopt. Maar dit zijn wel de mensen die toch even de boodschappen doen. Die even een hapje gaan eten of een kopje koffie gaan drinken. Dus ja, voor de economie is dat met name van deze regio is dat belangrijk. De opening van de camping is tijdens de Delta Lloyd Regatta. Ja. Speelt dat nog mee? Ja, nou, ik denk dat een hele mooie combinatie is. Omdat je met de Delta Lloyd Regatta een internationaal evenement, wat hier al meer dan 30 jaar wordt gehouden, niet alleen Medemblik, maar ook de regio op de kaart zet. En als je dan mensen inderdaad met zo'n evenement wil lokken, dan moet je ook zorgen dat ze op een nette manier hier kunnen verblijven. Nou, inderdaad, daar vormt die camping gewoon een prachtige, mooie bijdrage aan. Als u zelf op vakantie gaat, gaat u dan in een camper of in een boot? Ik heb een caravan. En ik gebruik hem als camper. Dus wij trekken dan en zetten hem neer. Ik heb een luifel eraan, dus ik ben ook eigenlijk op dezelfde manier als dit. Alleen ben ik wat flexibeler dat ik mijn auto los kan koppelen. De provincie Noord-Holland is een belangrijke sponsor voor de Delta Lloyd Regatta. Waarom sponsort u de Delta Lloyd Regatta? Een topsport, internationaal topsportevenement met een bovenregionale uitstraling. Ik kan het niet korter samenvatten, maar dat is de Delta Lloyd Regatta en daarom sponsoren wij dat.